Hi, ik ben Tom Lossing, We Love to Coach. Ik ga het hebben over Neo Finance. Ik ga inloggen in mijn account en ik ga laten zien wat er op dit moment mis is met mijn eigen account. We gaan eventjes naar Neo Finance. Dit is mijn account. Nou, we zien ik heb 1544 euro heb ik cash. Dat is niet goed. Onder de 100 moet je zitten. Maar in mijn geval komt het omdat ik geld gestort heb. Dus dat is niet erg. Wat er wel erg is, en degenen die ervaring met Neo Finance hebben, die zien dat hier al direct. Ik heb een heleboel leningen in de actieve markt, heb ik nu in belegd, althans aangegeven dat ik erin wil beleggen, want de leningen zijn nog niet vol. Maar, en dan moet je kijken naar die aardjes, er zijn maar twee leningen waarbij de automatische investering is ingeschakeld. Al die andere heb ik handmatig ingezet. En dat is fout, want die handmatige, die zou niet nodig moeten zijn. We hebben een automatische investering, je ziet hem hier staan. Die instelling is er om juist te voorkomen dat je het handmatig moet doen. Waarom gaat dat zelfs bij mij fout? Nou, dat heeft alles te maken met artificial intelligence. Neo Finance is een flinke tijd geleden al begonnen met artificial intelligence. En dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen omdat de risico's die Neo Finance ziet, veranderd zijn. Enorm veranderd zijn. Er werd altijd aangenomen dat bepaalde dingen zo waren. En ja, dat werd dan wel eens gecontroleerd en dan na zoveel tijd, oh, moeten we iets aanpassen. Met Artificial Intelligence, AI, kan je heel snel zien hoe of wat per groep. En dan kan je kijken naar bijvoorbeeld leeftijd, naar hoe lang ze al werk hebben, of ze samenwonen, of ze kinderen hebben, of ze een huis hebben, of ze van alles kan je naar kijken. En ja, dan kan AI heel snel berekenen van nou, de kans dat dat misgaat is zo en zo. En daarop worden dus nu die leningen nu verstrekt. Dat betekent dat die groepsindeling veranderd is, enorm veranderd is. Ook ik moet daar nog steeds aan wennen. En ja, dat zie je, want ik weet nu van, hé, er zit minder risico in, maar mijn automatische investering is nog niet aangepast. Dat moet ik dus ook nog allemaal gaan doen, want ik ben daar nog steeds niet goed genoeg in om dat gedaan te hebben. En ik ben wel aan het aanpassen, maar ook ik loop daar nog steeds naartoe van, ja, maar wat moet ik dan doen? En ik weet welke instelling ik wil, dus het is nu gewoon een kwestie van doen. Nou, daar wil ik het over hebben, niet in deze video, maar ik wil in januari of februari, dat is het plan, wil ik een fysieke bijeenkomst gaan organiseren voor bestaande klanten van Neo Finance die hetzelfde constateren. Die zeggen van ja, ik merk dat mijn instellingen niet meer helemaal zijn zoals ze waren en zoals ze moesten zijn, zoals ze er geleerd hebben. Wat kunnen we dan aan doen? En dan wil ik samen met jou dat doorlopen en dan niet één op één, het is een bijeenkomst en we gaan dan samen bepalen van hé, waar moeten we op letten, wat kunnen we doen? En ik wil het ook proberen om dat dus samen met met Neo Finance te doen, zodat die ook een input kunnen geven van nou, je zou daar of daarop kunnen letten. Het moet allemaal nog georganiseerd worden, ik moet het zelfs nog bespreken met Neo Finance zelf. Maar ik kan het ook zonder hun doen, maar het zou wel leuk zijn als ze daarin ook een stukje ondersteuning willen verstrekken. En dat we dus kunnen inbellen naar ze en directe feedback kunnen krijgen. Maar ja, weet dus dat ik er iets mee wil doen, want ik constateer dus zelf ook dat ik er ja, wat aan moet gaan doen. Meer dan dat ik tot nu toe heb gedaan, omdat ik gewoon zie dat er te weinig leningen die interessant zijn, dat ik daarop mee kan doen. Terwijl die leningen dus wel openstaan. Hè? Want je ziet hier, ze zijn nog allemaal niet vol. Dus de automatische investering heeft niet gewerkt. Ik ben niet, hè, als we naar die onderste kijken, een A met 12%. Die staat al een paar dagen open. Hij is nu bijna vol, dat dan wel. Maar ik ben daar niet op getriggerd. Dus blijkbaar heb ik iets niet goed staan. Want ik vond het wel een interessante investering om daar 25 euro in te doen. Dan moet ik wel zeggen, 25 euro investeringen zijn voor leningen die ik gevaarlijk vind. Ik heb er zelfs eentje van 20 euro, die vind ik super gevaarlijk. Is niet zo gek, want het is een C-min. 50 euro, dan heb ik er vertrouwen in. Als ik meer, hè, zoals hier heb ik er een van 70 euro, die automatisch plus 35. Dat zijn leningen, hè, 70, 75, 100 euro is maximaal wat ik in principe doe. Dat zijn leningen waarvan ik zeg, van ja, daar geloof ik echt direct in, daar gaan we voor. Hier zien we er zelfs eentje
van 105 euro. Nou, dat is een uitzondering dat ik er zoveel in stop. Maar 100 euro is normaal gesproken mijn maximum zo'n beetje. En zelden dat ik er overheen kom. Maar daarmee heb ik ook een stukje risicobeheersing. Maar dat kan dus allemaal geautomatiseerd worden. Dus ook dat kan je allemaal ingeven. En ja, ik weet nu hoe we dat moeten doen. Het is op zich niet raketwetenschap. Maar je moet het wel een keer doen. En dan is het misschien wel verstandig om dat eens een keer samen te doen. Iedereen neemt zijn laptop mee. En we loggen in. En we kijken. Je kijkt zelf aan de hand van wat we in die bijeenkomst bespreken. Ja, wat wil ik dan doen? Nou, lijkt mij leuk om dat eens te doen. Maar ik moet dus nog even kijken hoe of wat en of ik Neo Finance zo gek krijg om daar ook in mee te doen. Daar wil ik het voor nu even bij laten. Ik vond je de video interessant, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? En dit is het Beursbox video kanaal. Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ik maak video's over meerdere onderwerpen. Dus ja, je krijgt dan wel eens een notificatie over een onderwerp wat misschien voor jou minder interessant is. Kan gebeuren. Maar ja, het is interessant. Ga ook eventueel naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief als je dat al nog niet gedaan hebt. Heb je nog geen account bij Neo Finance en heb je toch deze video afgekeken, dan wordt het tijd om een account te nemen. Ga dan naar wheeloftocoach.com/cursus-neo-finance. Dan ga je via die site een account openen bij Neo Finance, krijg je 20 euro op je account. En ik raad je aan de cursus te kopen voordat je een account opent bij Neo Finance. Er gaan veel dingen mis bij het openen van een account. En dat kan je voorkomen door de cursus. En die cursus gaat van A tot Z met Neo Finance. Dus het is niet alleen maar de inschrijving. Maar we hebben geloof ik 9 hoofdstukken. En we nemen alles door. Ook het instellen van automatische investering. Maar ja, je ziet, er is iets veranderd met AI-toepassing. En ja, dan kan het misschien net iets strakker. Maar dat blijft veranderen. Dus vandaar dat een bijeenkomst mij heel erg interessant lijkt. Vond je de video interessant? Geef like. Tot de volgende keer. Houdoe.